Ik ga dus een bordje maken met lekker gebakken knolselder, gerookte heilbot, een pittig slaatje van komkommer en dan schoon afwerken met een beetje fijne kruiden en zalmeitjes. Super lekker, super gezond en super mooi. Ik ga eerst en vooral de knolselder halen. We zijn oktober, dus het is vol een bak het seizoen. En ik heb fantastische knolseldertjes in mijn tuin. Voilà, hier heb ik er 3 en ga ik de dikste pakken. Hè. Voilà, en het meeste aarde gaan we hier laten, hè, in de tuin. Dat is toch eigenlijk super, hè, van 1 zaadje in de grond. En als je dat een beetje goed onderhoudt, heb je de knolselder. Fantastisch, hè. Ik ga direct naar de wasbak, want je ziet, er hangt nog wat aarde aan. En eigenlijk heb je wel veel afval van een knolselder, maar dat hier, die wortels. Als je die schoon gaat wit, allez, echt schoon gaat opkuisen. En dan gaan frituren, hè. Dat is heerlijk. Dus afwassen, goed afkuisen en dan afdrogen door eiwit en een beetje bloem. Dat is kei lekker. Maar bon, frituren, dat is niet voor vandaag. Maar we gaan onze knolselder wel bakken. Ik ga hem toch al eens spoelen. Een klein beetje afdrogen. Nu, je zou dat kunnen met de schil bakken, maar ik vind persoonlijk dat dat iets te sterk is van smaak. Dus voilà, zo fijn mogelijk eraf. Dat is een heel dankbare groente, hè. Knolselder. Kun je rauw gebruiken. Vandaag gaan we hem eens bakken. Je kunt hem ook stomen. Dat is ook heel lekker, hè. Ik heb dat wel graag, knolselder. Voilà, ik ga hier eerst al mijn pan opzetten met een beetje olijfolie. Olijfolie of koolzaad of arachideolie. Mag allemaal, hè. Voilà, en dan gaan we sneetjes snijden en niet te dik, want dat mag dik, maar dan gaan ze moeten een beetje verder garen in de oven. Ofwel moet je het echt heel, heel langzaam in je pan laten bakken. Maar als je zo die schijfjes snijdt, dan moet je ze gewoon aankleuren. Hè. Ik ga ze er al in leggen, dat is niet zo gelijk als vlees, dat moet kssst, hè, voor het korstje te maken. Hier mag dat wel op zijn gemak. Andere kant ook. Hoe scherp stevig mes hebben, hè, voor zo'n knolselder, want dat is een beetje een taaie, maar lekkere charl. Juist in kunnen. Voilà. En dan gaan we kruiden met peper. Zout laten we aan de kant staan, hè, vandaag. Maar dat is niks smaak genoeg. En zeker knolselder, hè. Zeer lekker. Voilà, laat dat maar gaan. Dan gaan we de komkommer klaarmaken. En de komkommer gaan we in een heel lekker vinaigretje gaan dompelen. Een beetje met piet toch ook wel. Hier ga ik een beetje plantaardige yoghurt gebruiken. Ook heel gezond natuurlijk. Heel lekker ook. Romig van smaak. En dan peper. En wat gaat er piet geven hier aan mijn sausje of vinaigrette? Ik ga er een beetje mosterd bij doen. Ik eet heel graag mosterd en zeker in een saus vind ik dat wel lekker. Goeie eetlepel. Dan ga ik daar een beetje dille in fijn snijden. Bij gezonde keuken altijd super om heel veel kruiden in uw tuin of in uw keuken of op uw vensterbank te staan hebben. Voilà. Fijn snijden en dat mag erbij. En dan zo, om dat nog romiger en ronder te hebben, gaan we er een olie aan toevoegen. En dat kan notenolie zijn of sesamolie. Voilà, een beetje notenolie. En zuur gaan we krijgen door limoen. En die persen we erbij. Super lekker, gezond sausje voor onze komkommers. Ik ga daar al eens kijken naar de knolselder.
eerst tot de sproegel. Het is zo een beetje zoet. Kijk. En dan als ze mooi en lichte kleuren bedraag ik ze al om. Want anders zouden ze heel snel durven aanbakken. Voilà, je ruikt dat al, hè. Als je gaat groenten bakken, dan gaan ze die natuurlijke suikers nog meer gaan versterken. Die gaan kleuren en die smaak gaat veel beter zijn. Ik ga mijn vuur iets minder zetten, dat een beetje meer op het gemak zou kunnen gaan. Dan doen we verder met de komkommer. Gewoon schillen nu, het is een keuze, hè. Maar ik heb toch liever geschild, omdat hij gewoon beter verteert. En dan ga ik zo nog die heel leuke... Ik begin dat graag te gebruiken eigenlijk, zo die voedingssalons. En dat is een mandoline. En dat is eigenlijk om heel fijn je groenten te snijden. Hè? Gemakkelijk, in plaats van dan zo... Tjoek, 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 tjoek. Heel fijn. Je kunt het ook gemakkelijk hier zo over. Je moet juist zien dat er natuurlijk je vingers niet af zijn. Hè? Want het is meestal heel, heel scherp. Een beetje gul geweest in mijn sausje. Er gaat bijna evenveel saus zijn als komkommer. Maar ja, voor de rest hebben we geen saus in dat recept. Dus het is niet zo erg. En het is een gezonde ook. Hè. En je ziet, ik heb dat achterste stukje nog niet afgesneden, want ik houd mij daaraan vast. En straks, als we er heel dichtbij zijn, zodat ik niet in mijn vinger zit. Allee, of dat is toch althans de bedoeling niet. Voilà. En dan gaan we dat eens gaan mengen. Oh, ça va. Dat ziet er heel lekker uit. Uiteindelijk neemt die komkommer nog heel goed het sausje op. Dus voilà. Dat staat ook klaar. Dan gaan we nu naar de koelkast. En ik neem hier heilbot, zalm, eitjes en cressonet. Voilà. Cressonet, dat ziet er zo uit. Ik kan dat eigenlijk bijna nooit laten staan. Dat is zo kei grappig. Zo'n beetje ja, een tapijtje zo. Kei tof en kei lekker. Voilà. Ik heb dus gekozen voor heilbot. Dat is veel minder vet dan pakweg zalm bijvoorbeeld. Dus prima hier vandaag voor ons gerechtje. Dat is al net. En dan zalmeitjes. En dat ziet er zo uit. Je hebt er de grote, dat is van de zalm. Dat is de grotere vis. Maar je hebt ook die kleinere, meer knapperige zo. Dat is van de zalmforel. Meer een naar de gelere, gouden kleur. Maar voor vandaag vond ik die wel heel lekker. Goed, ik ga de knolselder op een bordje leggen, dat die zo een klein beetje kan afkoelen. Die is mooi aangebakken. Mooi kleurtje gekregen. En super lekker van smaak. Zo, al onze ingrediënten staan klaar. Dan gaan we nu een bord dresseren. En ik had gezegd, we gaan een mooi bordje maken. Dus ik kies eerst een blauw bord, hè, blauw van de zee. En dan hier in mijn kast bij mijn bakgerief. En nee, ik ga geen taart bakken, maar ik ga dat wel gebruiken om een mooi bord te gaan dresseren. Want een cirkel is dan uw basis waar dat je in dit geval de heilbot kunt stegen, mooi in cirkel gaan leggen. Als je dat zo met het blote oog gaat doen, is dat veel minder gemakkelijk dan zo met uw cirkel. Dus uw cirkel. Dan komt die heilbot mooi tegen de rand. Dat we dan straks kunnen versieren. Zo. Als je een mooi laagje heilbot hebt, dan heb je je cirkel. Hè. En dan gaan we die nu verder gaan versieren met onze gebakken knolselder. Dus hier en daar. En nu mocht je zo een beetje, ja, hoe noemt dat, nonchalant hoopjes gaan leggen, maar genoeg. Want je moet toch ook wel gegeten hebben. Maar eigenlijk is dat wel
een gezond voorgerechtje. Een paar hoopjes komkommer. En ik vind het toch wel belangrijk als je een mooi bordje traceert, dat je ook nog alle ingrediënten kunt zien. Leg dat nu niet vol met knolselder en dan vol met komkommer. En dan ons bloesje hier. Hè. En snijd dat ook maar in pakjes. Dat is ook altijd schoner. Als je een mooi bordje wil maken. En dan pakjes zo gaan erbij liggen. En dan nog een beetje dille dat in ons saus zat, maar niet gehakt. Dat dan mooi fijn op het bordje ligt. En dan, dat zijn de pareltjes, hè. Toch heel schoon. Zalm-eitjes. Wordt ook veel. Als je fan bent van sushi, zullen we dat ook wel vaak op, bij de Japanner op de sashimi zien liggen. Hier en daar een hoopje. En ik ben daar wel heel tevreden mee met zo'n bordje. Ik zou het toch zeker eens namaken. Het recept staat op vtmkoken.be. Lekker, gezond en mooi. Wat moet dat meer zijn? Dag! So long, babe. So long, babe.